Dit is de hele slijterij in één fles. Dit is een wijn waarvan je nadat je hem hebt gekocht, thuis de smaak nog kunt aanpassen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de wijn in de magnetron te zetten. Als je bijvoorbeeld zin hebt in een wijn met veel peper en eikenhout, dan moet je hem op 600 watt, 5 seconden, heb je een Pinot Noir-achtige wijn. Het geheim is dat er in de wijn speciale nanotechnologie zit. Dat is technologie waarbij moleculen en atomen, dus de kleinste deeltjes, worden gemanipuleerd en toegepast. Daar zijn ontzettend veel mensen mee bezig. Daar wordt waanzinnig in geïnvesteerd. Het wordt vaak gezien als een trend in materiaalwetenschappen, maar het heeft veel meer implicaties. En u wilt laten zien dat de nanotechnologie ook ons zal gaan veranderen in de toekomst? Ja, ik denk dat de nanotechnologie een grote impact op ons dagelijkse leven zal hebben. Zoals bijvoorbeeld met deze zichzelf aantrekkende steunkous of deze verf. Mensen houden ervan om hun interieur af en toe te veranderen. En dit is een verf die je nadat je hem op je muur hebt geschilderd nog van kleur kunt veranderen. Hoewel dit iets uit de verre toekomst lijkt, denken de initiatiefnemers dat de producten echt gemaakt kunnen worden. Ik denk dat een aantal dingen over 100 jaar nog veel verder zijn gegaan dan wat u in deze supermarkt ziet. Maar daar zijn nog niet alle bezoekers van de nano-supermarkt van overtuigd. Denk je dat die producten ook ooit allemaal echt zullen kunnen? Misschien ja, sommige wel, sommige niet. Er gaat nog veel gebeuren, denk ik. Tegen de tijd dat u steunkousen nodig heeft, gaan ze vanzelf omhoog. Ja, maar ik zal wel het praatje missen met de verpleegkundige, denk ik.